Welkom sterke broeders en zusters. Sorry dat ik een tijdje niks van me heb laten horen, maar we zijn verhuisd. Dus ik was hartstikke druk natuurlijk met het verhuizen naar de nieuwe studio, de nieuwe locatie. En vandaag ga ik jullie even een introotje geven in Total Strength. Versie 2.0 officieel. Ik ben natuurlijk begonnen in mijn zolderkamer, toen in mijn schuur, toen in een andere kleine loods. En nu eigenlijk op mijn vierde/tweede legale locatie. De nieuwe locatie, dus ik ga jullie even een toertje geven natuurlijk. Mooi, wat we hier hebben, de ingang, een lekkere bank om op te chillen natuurlijk als de klanten aan het wachten zijn. Een postertje die met mijn logo, ik denk niet dat jullie die zo goed kunnen zien, want die is eigenlijk iets te donker naar mijn zin. De droomauto natuurlijk. Mag ik hopen dat ik die ooit kan kopen, ik vergeet dat maar. Waterkoelertje, natuurlijk de kluisjes om je spullen in te zetten. Het tafeltje, wat ik heb... overgoten met wat epoxyhars, gewoon voor de lol, allemaal 5 cent muntjes. Past er wel een beetje bij de stijl. Touwen, hexagon, noem maar op. Mijn barbells die zijn wel wat uitgebreid. Ik heb 3 ATX barbells nu, gewoon tenminste fatsoenlijke barbells. Nog eentje lekker om mee te rammen en te beuken. Eigenlijk een oude, nog een wat lichtere techniek barbell. Een axle barbell, EZ, etc. Dat wordt in de loop der tijd ook wel uitgebreid. Mijn platform, natuurlijk perfect met de benodigde materialen eronder. Nog een platform die ik in de oude loods al had. En nog een nieuw platform, zodat ik tenminste een lekker medleytje kan doen. En mensen gewoon, ja, de ene persoon is 1,50 meter, de andere persoon is 1,80 meter. Iedereen kan zo lekker op zijn eigen niveau trainen natuurlijk. Lekker flink dikke matten van 4 centimeter, zodat mijn atlasstenen niet breken. Dit heb ik ook nog, een 35 kilo bal. Met wat zakken en noem maar op. Een 75 kilo bal. Lekker dingetje, staat heel lekker. Mijn slogan. Ignite your fire and grow stronger. Ik had natuurlijk nog 5 cent muntjes over van dat tafeltje daar. Dus ik denk, nou weet je wat kan ik daar nog mee? Laat ik daar eens mijn slogan van maken. Diverse grepen, et cetera. Spreekt voor zich. Fusten, 10 kilo, 30 kilo. Op het moment ben ik een 20 en een 40 kilo aan het maken. Dus dat wordt ook lekker uitgebreid. Strongman lock uiteraard, 2 TRX'jes, die zijn ook uitgebreid. Diverse kettlebells, die heb ik ook uitgebreid. Wat is het, 4 tot en met 20 kilo Sonos Bluetooth systeempje, heerlijk, komt echt een heerlijk geluid uit. Oude kut airco, nog een aircootje en nog een aircootje, want het wordt hier wel lekker warm. Squat rack natuurlijk, wat we al hadden. Tweede half rek, wat we ook al hadden. En weer een heel nieuw squat rek met een heel nieuw bankje. Dat is ook lekker. Dus mijn groepslessen gaan binnenkort van start. Kan ik hier 3 personen in kwijt? Kan ik op de vloer 3 personen kwijt? Lekker, heerlijk. Dumbbells, et cetera. Elastieke banden, noem maar op. Mijn Zundap tankje. Ik ben, zoals jullie weten, Zundap fan. En die heb ik... eigenlijk getransformeerd naar een magnesiumbak. Ook lekker. Het bord. Dit is de boksbal. En daar ook mijn kantoor. Mijn muur des inspiratie. Met allemaal verschillende dingetjes, posters. Dit is folies dat ik iedereen nog een beetje in de gaten kan houden terwijl ik daar zit. Uiteraard voor Excel cleaner presses, normale cleaner presses. Even een fatsoenlijke vloer, fatsoenlijke platformen. Ballen zijn wat uitgebreid, komen er later ook nog meer bij. Farmers komen er ook nog meer bij. Roeimachine twijfel ik nog over. Ik ben niet zo fan van cardio zoals jullie weten. En zoals dat bord daar duidelijk zegt, heb ik een hekel aan cardio. 2 boksen komen er misschien ook nog binnenkort meer bij. En... dat is het eigenlijk zo'n beetje wel. Ik weet nog niet helemaal hoe het gaat met de nieuwe video's. Ik ga niet beloven dat ik er iedere week één ga maken. Want dan kom ik mijn beloftes niet na. Zodra ik tijd heb, ga ik wel weer lekker video's maken natuurlijk. Misschien wat meer ruimte om te vloggen.
Misschien ook wat meer ruimte om eigen trainingen bij te gaan houden. Ook wel zo handig, want na zo'n periode van verhuizen, stress, betalingen opzetten, nieuwe schema's maken, een hele berg nieuwe klanten, leid je eigen training er eigenlijk onder. En dat is wel iets wat, dat zie je eigenlijk deels wel, deels niet van tevoren aankomen. Maar dat is wel heel, heel erg jammer, want ja, ik ben toch het voorbeeld voor mijn klant en natuurlijk ook het voorbeeld voor jullie. Dus ja, ik kan niet hier gaan staan en zeggen dat ik maar, noem maar wat, 100 kilo kan squatten. Mijn oude squat staat nog steeds vast op 170. Ik ben weer lekker bezig met de powerliften, dus die moeten we zeker uit kunnen breiden naar een kilo of 200. Volgt allemaal in de toekomst, maar voorlopig, zoals jullie zien, zit ik weer aardig goed. De rust is weer terug, de video's komen weer voor een stuk beter terug. Insta gaat ook weer even lekker op gas en wie weet spreken wij elkaar binnenkort weer. Laat even een reactietje achter. Als je wil weer, kan je abonneren. Als je niet wil abonneren, ja, dan lekker niet, joh. Mazzel!